Weet je wat ik boven had staan bij mij? Ben je bereid? Dat is toch compleet wat Peter heeft gedeeld? Ben je bereid? God vraagt niet of je capabel bent, maar of je wil. Niet of je het kan, maar of je bereid bent. En weet je, en hij helpt je. Dat vond ik zo mooi. Denk van, ja, weet je, hij weet niet al dat erin zit. Maar de Heilige Geest, weet je, als ik het gewoon nog een keer zeg, dat is gewoon dubbel. Ben je bereid? Ben je bereid om die stap te zetten? Ben je bereid om te gaan? Het is soms heel eng. Je denkt van jezelf dat je niet capabel bent. Maar als God je roept en jij bent bereid om die stap te zetten, dan gaat hij je compleet toerusten in alles. In alles. Weet je, Peter deelde vanochtend iets over zijn ziekte. En van mijn kant hebben jullie nog nooit, daar heb ik echt niet echt wat over verteld en ik heb het nog niet gehoord. En daar wil ik ook even iets over delen. En weet je, vlak voordat Peter ziek werd, zei de Heilige Geest tegen mij: maak 10 preken. Met andere woorden, zorg dat je wat in voorraad hebt. En ik heb dat echt, weet je, en ik weet wanneer de Heilige Geest tot me spreekt. En dat is altijd, als de Heilige Geest tot me spreekt, is een voorbereiding op iets wat gaat komen. En ik wist totaal nog niet wat dat zou zijn. Ja, 10 preken voorbereiden, wat zou dat zijn? En ik heb het met Peter gedeeld, hij weet ervan. Weet je, maar als de Heilige, hij vond, wat zeg je? Hij vond het niet leuk. Nee, ja, nou, ik wist het ook niet, maar dan zie je. Wees er al let op wat de Heilige Geest tot je wil zeggen. Ik weet niet, op dat moment weet ik niet wat het was, want Peter heeft zijn preken gewoon kunnen doen. En toen was hij, de Heilige Geest zei het al tegen mij toen hij nog niet ziek was. Maar weet je wat, ik vind het echt, Peter is echt een diehard. Hij is gewoon, iedereen die heeft geen zondag hier gemist om te spreken. Hij is gewoon doorgegaan. Wij stonden wel paraat achter hem. Van, joh, weet je, als je niet kan, dan kunnen wij het doen. Alleen in Manila kon hij niet spreken. Dat was het enige moment. Voor de rest heeft hij alle zondag heeft hij kunnen doen. En het was echt, ik vind het echt, een diehard. Van er gewoon voor gaan en toch doorgaan, ondanks dat hij echt ziek was. Ja. Dat is ook zijn hart om iets te delen. Wat God hem geeft. Weet je maar wat Peter vanochtend zelf in de dienst vertelde in zijn preek. Weet je wel dat hij 's nachts had hij ook weer een aanval. En ik werd er wakker van. En hij lag gewoon hulpeloos lag hij daar op de grond. Op de slaapkamer. Midden in de nacht. Kon niet opstaan. Het was echt gewoon onmogelijk. En hij lag op de grond en ik kon hem ook niet van de grond krijgen. Weet je, ik moet hem gewoon laten liggen, want anders gaat het gewoon niet goed. En dat was voor mij het moment, dat was het diepste moment voor mij. Van mij dan echt van, oh, dat hij daar zo hulpeloos lag. Je eigen man. Ik had wel meer hulpeloos zien, maar midden in de nacht, dat midden in de nacht gebeurt. En een man die normaal heel sterk is en daar gewoon hulpeloos licht. En ik ging gewoon ergens doorheen. Waarvan ik wist, weet je, ik heb God de schuld er nooit van gegeven. Ik wist gewoon, dit is voor een moment. En dat wist hij ook. Dat wist hij omdat God dat tegen hem gezegd had. Maar ik wist, dit was voor een moment. Dit is voor een moment. Weet je, en ik weet, ik ga dan altijd terug. Weet je, wij zingen Waymaker, Promise Keeper. God is een, als God spreekt en hij beloftes voor jou heeft, dan houdt hij dat vast. Ondanks wat er ook gebeurt. En ik zei iedere keer, het kan niet zo zijn. God heeft beloftes aan ons gegeven dat dit het einde is. Dat kan niet zo zijn. Dit gaat gewoon gebeuren. Dus ik ga gewoon zien wanneer dat plaats gaat vinden. En dan hou je je vast aan wat de Heilige Geest, want de Heilige Geest spreekt daarover. Hou je daar aan vast. En dat is je belofte waar je aan vasthoudt. Weet je wel? Het zal niet gebeuren dat het anders is. Nee, het gaat gebeuren wat God gezegd heeft. En daar hield ik me aan vast. En weet je, zonder de Heilige Geest kunnen we niets. Weet je, wij maken het, wat wij doen in ons leven. Wij maken het, wat wij spreken, door de Heilige Geest in en door ons heen. Ieder woord wat wij spreken, dat is in en door de Heilige Geest. Anders is het vlees en heeft het geen kracht en heeft het geen effect. Weet je, wij als mensen, we willen graag alles controleren. Maar het leven met God en het leven in de Heilige Geest is je controle overgeven aan de Heilige Geest. Precies wat vanavond hier plaatsvindt. I surrender all. De controle over wat ik wil doen. De controle over
Wat zouden mijn vrienden zeggen? De controle over, dat heb ik liever zelf in mijn handen. Weet je, als je de controle compleet... Misschien de controle over jezelf. Als je de controle compleet aan hem geeft. Aan de Heilige Geest. I surrender all. Alles, alles. Weet je, dan kan God krachtig door je heen werken. En krachtig in en door je heen. Weet je, daar zijn we voor bij elkaar. Daar zijn we voor. Voor de wereld om ons heen. Dat hij compleet, volledig door ons heen kan werken. Hij is zo'n machtig God. We hebben net ook al. De Heilige Geest maakt je vrij van jezelf. Hij maakt je vrij van jezelf. Want hij regeert in jou. Als je dat toelaat, als je surrender all, als je iets vasthoudt, weet je, dan regeer je en dan heb je nog controle over jezelf. Maar als je compleet aan hem geeft, weet je, dan regeert hij in jou. Weet je, wij zeggen de Heilige Geest is de trooster. In het Engels de comforter. Niet je eigen comfort, maar het is de trooster. Weet je, dat is hij die dat geeft aan jou. Ik begon met, weet je, ben je bereid? Iedereen van ons heeft de mogelijkheid om Jezus te representeren. Iedereen. Want we hebben hem in ons. Weet je, wij compleet. Ik moet even denken aan dat poppetje wat Peter vanochtend tekende. Wij compleet, dat leuke poppetje. Het leek meer een tekening van Zion en Ava dan van... Ja, heel mooi. Onze handen, onze voeten. De bereidheid om het evangelie te delen. Onze handen. Ons hart. Onze gedachten. En onze mond. Die vijf dingen die hij deelde vanmorgen. En wij representeren Jezus. Wij laten hem zien aan de wereld om ons heen door de Heilige Geest. Weet je, en dat is zo krachtig. Als je uitgaat, als je weggaat of als je mensen ontmoet... Dat je weet gewoon, weet je, ik ben hier. En weet je, alles wat ik spreek. Dat is Jezus. Dat is Jezus, want hij leeft in ons. Door de Heilige Geest. En dan kan je woorden van leven spreken. Woorden van de Heilige Geest spreken. Want hij is in ons. Jezus koos 5 vissersmannen. En die hadden alleen maar verstand van vis. Ik koos er nog meer, maar weet je, en hij sprak. Weet je, de Heilige Geest sprak, Jezus sprak tot de vissersmannen. En die mannen hadden eigenlijk alleen maar verstand van vis. Het waren vissersmannen. Ga vissen midden op het water. Ga nog een keer. En de netten waren helemaal vol. En hij zond ze uit in de kracht van de Heilige Geest. Weet je, en zo zijn wij ook. Weet je, je bent misschien een... Misschien kan je wel helemaal niet spreken. Maar als God je roept, ben je bereid om te spreken? Dan gaat hij je laten spreken. Want dan gaat hij je toerusten in de kracht van de Heilige Geest. Die vissersmannen, die hadden alleen maar verstand van vis. Maar ze gingen wel mensen vangen. Op een hele andere manier. Gingen alleen maar vis. Moet je zien wat God doet, hè? Maar alleen ben je bereid. Kom achter me aan. Jezus roept de vissersmannen. Kom achter me aan. Ben je bereid? Weet je, mensen wachten op jou. Mensen wachten op jou. Tot jij met je mond het antwoord geeft. Tot jij spreekt wie Jezus is. Dat jij spreekt de vrijheid. Dat jij leven spreekt. Mensen wachten op het antwoord. Weet je, er is een wereld die verloren gaat. En wij zijn er om Jezus te representeren. Om deze wereld. En dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. God houdt zoveel van deze wereld. En hij wil deze wereld gered zien. Maar weet je, wij zijn er. Wij zijn geroepen. Om uit te gaan. En om Jezus te verkondigen aan de wereld om ons heen. En dat kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Weet je, ik heb dat lied van Oh Holy Spirit, I surrender all. Ik roep in zitten. Weet je, het kruis. Als je naar het kruis kijkt. Jezus heeft zo'n grote prijs betaald voor jou en voor mijn leven. Weet je, het kruis is niet de openbaring alleen van je zonde. Het neemt wel je zonde weg. Het kruis is de openbaring van jouw waarde. Wat God in jou gelegd heeft. Moet ik het nog een keer zeggen? Het kruis is de openbaring van jouw waarde. Jezus heeft wat in je gelegd. Hij is aan het kruis gegaan. Hij was zonder zonde. En dat hij dat deed voor jou. Dat geeft jouw waarde. Om uit te gaan in de kracht van hem. Jezus ging in het graf. Stond op uit de dood. En die opstandingskracht is gewoon in ons.
Weet je, de Heilige Geest in jou. De Heilige Geest door jou. De Heilige Geest binnenin jou. Weet je, dat is zo'n liefde. En dat heeft zoveel waarde. Je hebt gewoon Jezus in je. Overal waar je komt, dat heb ik net uitgelegd. De intimiteit met Hem. Intimiteit met Hem. Intimiteit met de Heilige Geest. Dat is zo kostbaar en het is zo vol van waarde. Weet je, door de Heilige Geest, als wij komen met de Heilige Geest bij ons, met ons, en Hij is in ons, weet je, dan veranderen de mensen. Dan veranderen de mensen. Weet je, Psalm 67 zegt dat zo mooi. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Hij doet zijn aangezicht over je lichten. Gods tegenwoordigheid, Gods intimiteit. Hij zelf, hij doet zijn aangezicht, hij laat zichzelf gewoon zien en doet hij over jouw lichten. Weet je, van... We hadden het vanochtend over dankbaarheid. Het team van bouwers van Cambodja zijn vanmorgen aangekomen. Waar ze een zegen zijn geweest voor een familie. Die zal zomaar even een huis krijgen. Dat is voor ze gebouwd. Dat is gewoon bijzonder. Maar vlak voordat ze weggingen, speelde het coronavirus behoorlijk parten. Welke kant zou het opgaan? Weet je, het was echt een moment van, het was nog niet dat de vluchten gecanceld waren. Maar het was wel een beetje spannend. En op laatste moment kreeg ik een mail dat er toch wel een vlucht uitgehaald was. En er was een stap. Ze moesten overleven van 10 uur in Hongkong. En het was mooi opgelost omdat Glenda Roevers hebben haar geappt. En zei van, joh, zou je niemand kunnen sturen die even iets van de jongens Hongkong laat zien? En het is gewoon, ze hebben een gezegende tijd met haar gehad. Maar vlak voordat de jongens gingen, weet je, op een nacht werd ik wakker. En ik dacht echt van, dat kwam in één keer op me, weet je wel. Van, ja, ik laat ze gaan. Ze gaan. En ik denk, ja, je weet nooit wat er gebeurt. Daar Cambodja. En ineens kwam Psalm 91 bij me omhoog. En ik dacht, dat moet ik naar de mannen sturen. En in het boek is het een prachtige vertaling. En dat heb ik ook, dat ga ik zo met jullie lezen. De mannen hebben het meegenomen. Ik zeg, weet je, dit is mijn gebed over jullie. Psalm 91. En weet je wat ze zeiden? We hebben het gewoon iedere dag hebben het uitgesproken. We hebben het uitgebeden en het uitgesproken. En dan denk ik, wauw, dat is gaaf. Hè? Het woord is zo krachtig. Weet je, corona. Ik heb dat even uitgezocht. Er is een coronabier, is er. Moet je eens kijken. Maar corona betekent kroon. En boven dat biertje, dat naar het biertje kijkt, er zit een kroontje zit er ook op. Maar ik heb pas gesproken over die kroon. Welke kroon draag jij? En ik had zo'n hoornetje en ik had zo'n kroontje, dat weet je misschien wel. Weet je, de wereld is onder de angst van die kroon. Maar wij zijn gekroond met de gerechtigheid van God. Wij zijn gekroond met de gerechtigheid van God en daar kunnen we ook in staan. En dan staat in Psalm 21, staat er, want u komt hem tegemoet met rijke zegeningen. Dat zegt hij zelf, hè? En op zijn hoofd zet u een kroon van zuiver goud. We zijn gekroond met zijn heerlijkheid. We zijn gekroond met zijn goedheid. We zijn niet meer gekroond met de corona van angst. Totaal niet. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Totaal niet. Maar van kracht en van liefde. En Peter noemde het ook net al. Weet je, het woord 2020 is increase. Het is een profetisch woord. Increase, toenemen. Toenemen in de tegenwoordigheid van God. Toenemen opnieuw, dat God iets opnieuw gaat doen. Increase van zijn... Ik geloof ook increase van zijn genezingen. Van zijn genezingen. Dat er genezing is in het huis. Dat er een kracht van God opnieuw gaat bewegen in ons huis. En dat doet hij al. Doet hij krachtig door de gemeente heen. Maar een increase ook. Aan de ene kant is er angst in de wereld. Maar er is een increase van wat God kan gaan doen. Hij zal zichzelf op een bovennatuurlijke manier gaat hij zich laten zien. Op een krachtige manier. Weet je, van zijn heerlijkheid en zijn glorie zullen meer en meer toenemen. De wereld is in angst. Maar weet je, de kerk moet opstaan in die kracht. En er moet laten zien aan de wereld. Weet je, wij hebben geen geest van angst. Maar we zijn gekroond met zijn goedheid. We zijn gekroond met zijn gerechtigheid. En we zijn gekroond met zijn heerlijkheid. En dat hebben wij de wereld te brengen. Psalm 91. Het is zo'n mooi psalm. Er staat, ik doe het even in het boek, want dat vond ik een mooie vertaling van de jongens te sturen. Wie schuilt bij God de Allerhoogste kan rustig slapen. Want de Almachtige beschermt hem. Ik getuig daarvan en zeg tegen de Heer, u bent mijn toevlucht. En bij u ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op u.
Hij beschermt u tegen de verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekte van u, ver van u. Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en u weert de aanvallen van de tegenstander. U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, nog voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest die zich in de duisternis verspreidt. Of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen de 1000 mensen aan uw linkerhand en 10.000 rechts van u, u wordt gered. U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen. U, Heere, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God Allerhoogste als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekte zullen ver van u blijven. Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen waar u ook gaat. Ze zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Zelfs als u een leeuw tegenkomt of een adder trapt, gebeurt er niets. De Heere zegt, ik zal hem verlossen omdat hij zoveel van mij houdt. Ik zal hem beschermen omdat hij mij kent en mijn naam eert. En als hij mij roept, zal ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen. Wat een gebed. Wat een gebed. En dat kunnen wij. Dat kunnen wij meenemen. Dat kunnen wij meenemen. En ook uitspreken naar deze wereld om ons heen. En ik vind het in de Statenvertaling vind ik het iets mooier. En dan wil ik het even wat over uitleggen. Weet je, er staat boven Gods bescherming in gevaren. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En dat is zo mooi. Dat is toch veel mooier. Wij zijn gezeten. Wij zitten. En daar zit een rust in. En er zit een relaxheid in. Omdat, weet je, in het oude verbond, als je kijkt, wij zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Weet je, vroeger moesten ze naar de tabernakel. Weet je, en er stond alleen maar tafels. Er was geen stoel waar de priester op kon zitten. Er was niks. Maar weet je, dat was het oude verbond. Maar de Jezus is heen gegaan naar de Vader. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is gezeten. En de Bijbel zegt in Hebreeën, zegt hij, en we zijn met hem gezeten. En dat is onze autoriteit. En dat is onze kracht. Dat we gezeten zijn met hem. Weet je, er staat er, hè? Er is al overnachting in de schaduw. Weet je wat de schaduw is? Dat is de bescherming. Dat is de bescherming van de Almachtige. En dan zegt de psalm, ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Dan staat er, ik zeg, ik spreek. Weet je, dat zijn weer onze woorden, dat is zo krachtig. Weet je, dat is niet zomaar dat gebed opdreunen, maar dat is gewoon met geloof uitspreken. Ik zeg en ik spreek. Weet je, de Bijbel zegt, dood en leven zijn in de macht van de tong. Ik zeg en ik spreek. En dan zeg ik, mijn toevlucht. U bent mijn toevlucht. U bent mijn burcht. Mijn God. En ik vertrouw u op wie ik volledig vertrouw. In alles. U bent de God die regeert. U bent de God die boven alles staat. In welke situatie ook. Want het staat er, want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. En van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u redden. Hij zal u redden. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. Vlerken en vleugels. We zijn gewoon beschermd door hem. Zijn trouw. God is een God van trouw. Peter is beter geworden. Zijn trouw in de woorden die hij spreekt en de woorden die hij tot jou spreekt, is een schild en een panzer. En dan kunnen de aanvallen kunnen komen. Dan zeg je, weet je, God is trouw. En hij zal zijn woorden nooit laten vallen. En hij zal doen wat hij gesproken heeft. Trouwens ook dat hij je nooit alleen laat. Nooit. Hij is altijd bij je. En zegt, u zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht. Van de pijl die overdag aankomt vliegen. Niet bang zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Ook voor als er een pijl komt. Voor de pest die in het donker rondgaat. En het verderf dat midden op de dag verwoest. Weet je, het coronavirus, dat gaat gewoon rond. In het donker. Het is er ineens. Het was in één keer in Italië. Tweede land. Het tweede grootste land. Maar onze veiligheid is in God. Onze veiligheid is in God. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Weet je, dat uitspreken, dat is een woord van geloof. Weet je, en geloof is onze hemelse taal. Dat is onze hemelse, hoe zeg je dat? Dat is onze hemelse taal. En in geloof spreken we het uit. Dat is wat hij zegt. En dan staat er van, u Heere bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Weet je, dat is surrenderen. Dat is overgeven. Dat is intimiteit van onze koning. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Engelen bevel geven. Dat ze u bewaren op al uw wegen. Engelen die jou bewaren. Engelen die jou voor jou zorgen. Wauw, dat is krachtig. Engelen, engelen. Hij zegt, weet je, ik zend engelen om jou te beschermen. Weet je dat er hier engelen zijn in ons midden? Die zijn er om jou heen. Die zijn er hier in het gebouw. Het zijn engelen. En die Gods woord uitvoeren. En staat er Hebreeën 12, vers 22. Want u bent genaderd tot de berg Sion. Tot de stad van de levende God. Weet je, als we intimiteit bij hem zoeken. En bij hem vinden. Tot het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizenden tallen van engelen. Weet je, als we zijn aanwezigheid zijn. En zijn aanwezigheid in ons midden. Weet je, dan zijn er tienduizenden engelen. En dan staat er, weet je. Het gaat verder in Psalm 91. Ze zullen u op de handen dragen. De engelen dragen je. Ze zullen u op de handen dragen. Zodat u uw voet aan geen steen stoot. Geen steen. Jij bent gedragen. Door onze koning. Je bent gedragen. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. En zult de jonge longe leeuw en de slang trappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft. Zegt God, zal ik hem bevrijden. Weet je, omdat hij liefde, als wij hem lief hebben, zegt hij eigenlijk wat hij bedoelt. Zal ik hem bevrijden. De liefde maakt het verschil. De liefde naar hem, de liefde naar de mensen om ons heen. Weet je, dat bevrijdt jou. Liefde voor mij, zegt Jezus. In moeilijke situatie. Ik zal hem een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Zijn naam is zo krachtig. Zijn naam is zo bevrijdend. Zijn naam is zo verlossend. Weet je, opdat wij zijn naam kennen. Zijn naam is de koning der koningen. Zijn naam is de heer der heren. Zijn naam is de almachtige. Zijn namen zijn zo gigantisch mooi. Zijn namen zijn genezing. Zijn naam is redding. Zijn naam is verlossing. Zijn naam is bevrijding. Zijn naam is bescherming. Zijn naam is voorziening. Dat zijn zijn namen. En wij kennen zijn namen omdat hij onze God is die altijd bij ons is. Hij zal mij aanroepen. Wij roepen hem aan. En ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. En ik zal hem eruit helpen en verheerlijken. Weet je, zegt hij ook nog, ik verheerlijk je. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Weet je, wij zien zijn heil. Wij zien zijn goedheid. Als wij ons richten op onze koning en niet angstig zijn. En niet bang zijn, maar ons volledig vertrouwen en overgeven aan onze koning der koningen. Dan zegt hij, ik zal hem mijn heil. Ik zal hem mijn goedheid. Ik zal hem mijn genade. Ik zal hem mijn liefde laten zien. Ik zal het laten zien. En weet je hoe hij dat doet? Door de Heilige Geest. Weet je dat je hier vanavond bent? Dat is the right place and the right time. En de Heilige Geest doet het krachtige werk. In en door je heen. Weet je, en wat hij tot je vanavond tot je gesproken en wat hij vanavond in je, door je heen gedaan heeft. Houd dat vast. En verlies het niet. Houd het vast. En weet je, en gaat die intimiteit met God. Weet je, wie in de schuilplaats. Dat is een schuilplaats, de intimiteit met onze koning. Weet je, zoek die intimiteit met hem. Zoek het met hem en hem alleen. Dan gaat hij je bekrachtigen. Dan gaat hij krachtig door je heen werken. Dat we een wereld kunnen aanraken die verloren is. Amen, amen.